Kia wil af van haar dulle imago. Dat zagen we met de Stinger en met deze seat willen ze dat verder zetten. En die seat moet meer dan ooit kunnen opboksen tegen de Duitse gevestigde waarden. Wat je juist moet weten over die nieuwe seat, kom, we gaan eens kijken. Wereldschokkend nieuws alvast bij de nieuwe seat, want het afkappingsteken vervalt. Waardoor het dus iets minder hippe hashtag-lingo is, maar een stuk volwassener. En dat merk je ook in de uitvoering, want de driedeursversie vervalt. Initieel komt de seat er als hatchback en als stationwagen. En die twee varianten mogen meteen uitpakken met een primeur bij Kia. Want de seat is de eerste wagen van het merk die kan pronken met het autonoom level 2 driving. In mensentaal betekent dat eigenlijk dat deze seat een adaptieve cruise control heeft en een automatische rijstrookassistent. Waardoor je dus in principe in de file autonoom zou moeten kunnen rijden, maar je moet natuurlijk nog altijd die handen op het stuur houden. Verder wil Kia vooral kwijt dat dit een Europese wagen is. De seat wordt dan ook in Frankfurt gemaakt, getekend, gedesigned en hij rolt op dezelfde fundamenten als de Hyundai i30. Toch is er een technisch verschil, want deze seat ging nog door de handen van Albert Bierman, de man van de Stinger en de i30 in, waardoor de seat net iets strakker rijdt. Al moeten we toegeven dat bij de GT-line het vooral die Michelin Sport 4 banden zijn die echt wel een groot verschil maken. Het is dan ook zonde dat Kia niet spreekt over een seat in zoals een i30 in is. Waar Kia het dan wel over heeft, een shooting brake versie die in 2019 op de markt moet komen en een nog ander mysterieus model. Al weten we allemaal als automerken het over een mysterieus model hebben, dat het hoogstwaarschijnlijk een crossover gaat zijn. Wat je verder nog moet weten is dat de seat binnenin een serieuze kwaliteitsboost krijgt, dat de koffer tegenwoordig groter is dan bij sommige D-segmenters en dat er volgend jaar ook een mild hybrid versie op de markt komt. Die gebruikt een dieselmotor en koppelt dat aan een kleine elektromotor bij de alternator, waardoor de CO2 een stukje moet dalen. En oh ja, Kia kleeft natuurlijk nog altijd 7 jaar garantie of 150.000 kilometer op deze seat. Beginprijs vanaf 20.000 euro. In realiteit ben je ongeveer 24.000 euro kwijt voor een meer dan rijkelijk uitgerust model. En ga je dan kijken naar die prijs en wat je ruil krijgt in de afwerking, is dit eigenlijk wel een verdomd sterke C-segmenter.